Ze ha goe 2 maanden stilstaan. Maar na je wieken maaie de rietinstructeurs eindelijk de dik weer op. We zijn blij dat we wel afkennen en hoofdzakelijk ook van mijn kandidaten. Want die wil zo graag aan de gang. Want de Bengoen die zit er echt op te wachten. De Bengoen die ben al een paar keer uitgesteld. En die wil natuurlijk graag reden. En de Bengoen die had nodig voor de stages of het werk. Dus het had een hele belangrijke sociale functie, het rijbewijs. De lockdown had Wolfa flink wat financiële skeerswaardigen. Maar de instructeurs hadden er wel vertrouwen in dat het goed komt. Ja, zeker. Heeft een inkomensderving. We hebben nou helemaal geen inkomen. En nou ja, de gewone kosten gaan wel terug. Dus het is zeker een financiële klap best. We zijn er net beter van worden. We zijn natuurlijk achteruit borken. Want we hebben geen inkomen. 12 weken lang. Maar het zal wel weer goed komen. Er is wel een flinke achterstoorn in de planning. Mensen die het kleer binnen voor het examen hadden de hoogste prioriteit. Alle nieuwe oormeldingen ha in elk geval een wachttijd voor het examen. Van meer dan een jaar hier. Nou ja, de planning die rint nu natuurlijk straks heel bot op. Hè. Dus we hier krijgt voor de lockdown hier we nog een aantal examens staan. En ja, die gaan net terug. Dus dat weer natuurlijk voor u, maar zeker voor die Ben hartstikke sneu. Dus die examens die beginnen nog, die moet nog eens een eerste plak vinden. En nou ja, de wachtreis die zal natuurlijk straks wel oprennen, want we hier net krijgen een paar nieuwe leerlingen onmeld. Maar ja, dus we maar even zien hoe we dat straks inplannen kunnen, want degene die het nou eerst examen maakt, ja, die moet er nou wel voorrang hebben. Het zal wel weer even wennen wijzen van de leerlingen, maar de rietinstructeurs hadden er alle vertrouwen in en zorg je dat de jeugd er aan zijn kleer voor is. Ik probeer ze duidelijk te maken wat er nodig is om veilig auto te rijden. En de meeste leerlingen en de ouders die hadden vaak wel begrip voor. Die willen het graag goed hebben. Want ja, je stuurt wel je ben voort in de auto het verkeer in. En dat maakt natuurlijk wel goed. Dus het begrip is er vaak wel. Nou, dan wil ik ze wel voorbereiden. Ik wil mijn tijd er wel instappen. Als het wederzijds is. Het is vaak zo, als je een keer onleerd hebt, dat verlees net weer. Dus ik denk dat het in de praktijk best wel meevallen zal. Ze zullen het gevoel even weer wat krijgen, maar het zijn natuurlijk geen ervaren rieders. Dus ze moeten het gevoel even weer wat krijgen. Dus misschien 1 of 2 lesjes. Maar daar heb ik wel alle vertrouwen in dat het wel goed komt.